Ja, Mitchell van der Graag, het kan geen toeval meer zijn, hè? Als jullie zo vaak op vreemde bodem winnen. Niet alleen bij Twente, bij AZ, maar nu ook bij Vitesse en bij Heerenveen. Ja, het is, we winnen nu voor de 7e keer uit. Van tevoren hadden we erop gehamerd dat we na Vitesse hetzelfde kunnen brengen. Ik vond dat we na Sparta, toen we die wedstrijd wonnen, naar Roda gingen en dat we daar het heilige moed ontbrak. Nou, daar hebben we vandaag op gehamerd. Eerst zelf was gelijk opgaan, denk ik. Ik denk dat we daar goede kansen hebben gehad. Heerenveen ook. Tweede helft kwamen eigenlijk niet meer onder de druk vandaan van Heerenveen. Maar dan zie je toch wel de wilskracht en het heilige moeten over die ploeg komen. Heel hard werken. Beseffen wat voor moeilijke fases je doorgaat in zo'n wedstrijd. Je keeper pakt wereldballen. Ja, dan moet het ook wel eens een keer meezitten. En we hebben van tevoren ook gezegd, Heerenveen heeft een goede ploeg. Met goede spelers met veel kwaliteit. Nou, en dan het enige wat er een beetje ontbrak is dat de mogelijkheden, dus de uitbraken die we hadden, dat we die niet goed uitspeelden. Maar voor de rest was het geweldig om het team weer zo te zien. En dan ben je wat stabieler geworden, ben je volwassener geworden. Ja, en dan is het lekker om met 3 punten weg te gaan. Als je zegt, is het verdiend? Op basis van de tweede helft en de kansen zeggen nee. Maar goed, dat hoort er ook bij. Je had het moeilijk een kwartier na rust en dan breng je Garcia en dan zie je langzamerhand dat jullie wel weer het initiatief hebben. Hebben jullie het in fase eigenlijk makkelijk? Maken jullie eigenlijk nog de 0-2, boven het afgekeurd. En daarna, toen zij op een gegeven moment wel weer een spits erin brachten, hadden jullie het weer wat moeilijker? Nee, dat klopt. De zaak was om in ieder geval het eerste kwartier 20 minuten van de tweede helft door te komen. Nou, dat gaat met hangen en wurgen, dat weet je. En dan komt er meer ruimte en dan breng je de snelheid. Nou, dan zie je dat ook gelijk. En dan heb je 3 jongens die echt supersnel zijn voorop. Nou, dan kom je die fase weer door. Dan speel je een aantal dingen niet goed uit. De hensbal van Jeff dan, waar de 2-0 uitkomt. En op het einde is het pompen verzuipen bij Heerenveen. Ja, die moet je ook doorkomen. En dan zie je wat voor vervelende ploeg tussen aanhalingstekens wij kunnen zijn. En dat heeft met vervelend zijn, dat heeft met slimheid te maken. Ja, dat is mooi om te zien als je de trainer van die ploeg bent. En dat is ook volwassenheid. Iedere week vragen we het, maar wordt nu dan wel in de kleedkamer het woord uitgesproken. We gaan niet degraderen, we gaan omhoog kijken. Nee, nog niet. Want we hebben van tevoren een aantal punten genoemd. En daar blijven we bij. En voordat we dat als we dat nog niet gehaald hebben, dan blijven we in ieder geval dezelfde dingen doen. Maar het is gewoon mooi om te zien dat je op papier 2 moeilijke uitwedstrijden gewoon 6 punten pakt. En nu AZ, ja, die ploeg kan er misschien ook wel aan. Hebben jullie al bewezen ook in Alkmaar om daar te winnen. Wat is dan wel het gevaar in jouw ploeg? Als er misschien wat jongens toch wat minder procent spelen, dat je dan misschien wel weer klopbaar bent voor iedereen? Nou goed, dat is logisch, maar daar hebben we het altijd over. Als wij allemaal heel hard werken, het vuile werk op willen knappen, dan komen de kwaliteiten vanzelf naar boven. En ik vind dat we als ploeg die moeilijke fases beter herkennen en wat er gevraagd wordt op dat moment. Nou, en dat hebben we vandaag weer laten zien. Maar we weten ook, als er wat minder is, zoals bijvoorbeeld uit bij Roda, ja, dan ben je ook klopbaar. Nou, en dat moet eruit en dat hebben we vandaag gedaan. En volgende week is AZ. Geweldige ploeg ook, veel kwaliteiten, goed voetbal, noem allemaal maar op. Nou, en daar zullen we deze week maar weer aan gaan werken. Ik had medelijden met je reservespelers en misschien ook wel met je technische staf en jezelf. Had je het koud? Nou, ik was goed ingepakt, dus in de tweede helft merk je daar niet zoveel van, want het spel gaat op en neer. En ik zag dat ook wel bij de wisselspelers en de rest, ik bedoel, dat hoort erbij. Het viel op zich nog wel mee en zo'n overwinning vergoedt veel.